Oh. Dit is heel zwaar. I'm going down, Evelien. Kijk, ik schrijf. Papa. Oké, what are we going to do today? Ah ja, wat gaan we vandaag doen? Brood bakken. Brood bakken. Waarom? Why? Omdat ik... Hier moet je kijken. Dat zijn de mensen. Omdat ik bij een feestje brood gebakken heb. Ja. Evelien was at the birthday party and we're lying actually on the ground. I just... You're bigger than I am. Je bent groter dan ik ben. Wacht. Go a little bit up again. She was at a birthday party and she had baked, is that correct? A bread. Something like that. Dat je een broodje gebakken hebt op een verjaardag. Ik heb een broodje gebakken op een verjaardagfeestje. En wat zou je nu willen doen? Brood bakken. And now she wants to do it herself. And luckily, her daddy is one of the most experienced bakers in the whole world. Ik zei dat ik een van de meest ervaren bakkers was op de hele wereld. Wat noemt wat? Meel. Meel om brood te bakken. Show it. Laat mensen zien. Show the people. Let's cook. So the fourth partita is completely recorded. I can say it in between. And I think it's done. I think it's okay. And we actually, yesterday was not a very long session. But I started with the fifth partita as well. Tomorrow, Sunday... will be the complete fifth partita, I guess. Okay, let's open this. Laat ons het gaat zo open. Kun je helpen? Ja. But actually, I was the baker. Is that correct in English? Bakker, baker? Yeah. I'm just going to look it up. When Anya and I just got together, and I like the smell of. It's when it's baking, of course, in the house. It's so nice. We're already doing something wrong. But feel it. It feels very nice. Voel het maar. Gewoon met de handjes. Oh, maar dat is zacht. Zacht, hè? Ja. Yeah. It's very soft, yeah. And you see the little grains, the little kleine graantjes. Daar weet ik wat daar. It gives flavor to the bread, so it gives smaak. And if you have a white bread, so wit brood, it doesn't have these. So if you see that in your bread, it's not forbidden to eat it. We moeten bloem hebben, water, boter, zout, gist, persie en suiker. Nu moet ik de juiste knoppen gaan zoeken. Voor ons op start duwen. Nu gaat hij mixen. Kijk.
daar niet toe? Je mag toe. Pannen. Ja, dat is goed. En je moet het een tweede keer kneden. Hè? Now we have to. Treat it a second time. Waar? 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 Ik ga dat wegpakken. Hallo, God. Vond je niet a little bit flauw? Het plakt nog wel hier. Plakt nog wel een beetje. Je moet een beetje kneden. Mouwen ze omhoog eerst. Sophie, help eens de mouwen ze omhoog bij jullie. Weet je waar dat is? Tandjes maar zien aan de camera. Oeh, Evelien, laat eens kijken. Does that ever get cleaned? Normally it should be a little bit more dry. It's not light enough. It's niet licht genoeg. Het is niet licht genoeg. Laat eens kijken. Now Wim is making his hands dirty. That never happens. Isn't it right, Sophie? Whoa! Are there dirty hands? Nee, papa. Ja, zij was achter mama en Evelien. Ah, en Sophie. Nee, ik heb hem! Achter mama en Sophie. Okay. So, dus. I really don't know how this. Warmen, 30 minuten, dan hebben we nog heel veel tijd van. Perfect. Oei, en nu? Kijk wat er nu gebeurd is. Kijk. En nu moet je nog een dag broodjes in, goed pakken. Zou je lekker worden? Doe zo. Wacht, nu moeten we kijken naar papa die er in de oven zit. Heel warm is. Wow. Boom. Zit er in, papa. Niet lang. 30 minuten. Alle keer twee speeltijd. Ja, maar heel warm. I think it's perfect. Dat is koud. Pas op, warm, hè? Heet dat, Evelien? Oké. Dat is koud. In English, shall we have practiced? What do you say to the people? Wat gaat het tegen de mensen zeggen? Thanks for watching. Thanks for watching. Subscribe. Subscribe. To my daddy's channel. To my daddy's channel. To my daddy's. To my daddy's. Channel. Channel. See you next time. Bye. Thumbs up. Okay. Yes. What's the silence? Yes.